Nou, zoals je ziet rijden we nu weer niet in Nederland. Vorig weekend waren we in Duitsland naar een beurs. Dat was ook ruim 500 kilometer, hè, dus. Ja. Onze privéchauffeur rijdt ons nu weer naar Luxemburg toe. Want mijn dochter die heeft een karatewedstrijd in Luxemburg. En nu zijn wij hoe lang onderweg? Bijna 3,5 uur. Ja, we zijn nu 3,5 uur onderweg en we moeten nog ongeveer 100 kilometer. Dus we leggen heel wat kilometertjes af. Maar dat doen we graag voor onze kleine meid. Mop, wat gaan we doen vandaag? Naar een wedstrijd in Luxemburg. En wat gaan we daar doen? Winnen. Kick some ass, hè? Zo. Nou, onze dochter zit in de topploeg van karate sportschool bij ons in Nederland. Simon van de Nieuwe Dijk. Dan gaan we het eens even laten zien wat ze allemaal kan hier. Hij vond het dus een punt, hè, die strijd. Zag je dat? Hop. Hop. Kom op, Ivy. Hop. Meteen erop, hè? Ja. Ja. Nee. Wel. Nee, eentje maar. Hè? Ook nog. Kom op, Sam. Dit ken je. Wie? Kom, Sabine! Drie. Andere been, kom op. Ja, nu wel. Ja, drie. Yes! Goed zo, wijfie. Hartstikke idee. Chaka. En nog eentje. Even veilig, kom op. Kom op met je benen. Meteen andere been, meteen andere been. Ja, nee, even strakker. Kom op, Samin, zit je veilig. Even meer combinatie. Geef ze allemaal wat hoor. Nee, blauw. Hé? Nee, blauw onder de grond. Kom op, wijfie. Huppatee. Erin. Hop. Ja. Ja. Oh. Oh, die was mooi. Oh, die is mooi. Heb je net die oerag gemist? Ja. Maar ik heb hem. Ik heb hem. Zo. Sander, ik zit helemaal even in de tijd. Ik zit 16 voor. Oké, nee, kijk. 12 seconden. Ja hoor, nog een keer 3. Oh, 9-4. 9-4, sorry. Ja, 9-4. Jen? 9-4, Sander. 9-4. Oh, echt, joh. Zo mooi, zo mooi. 5 seconden. 4. Ja, oh, daar was er nog één, hoor, eigenlijk. Binnen. Nou echt, ik ken al die vlaggen niet, maar ze zijn echt uit alle landen hier. Syrië. Ze heeft net gewoon met 9-4 gewonnen. En is dat nou jammer, komen we op de terugweg een outlet shopping mall tegen. Net als in Amerika. Kijk eens hoe gezellig. Wat jammer nou, moeten we toch weer geld uitgeven. Oh.